Hoi, ik ben Franklin. Ik ben Jessie. Hoe oud ben jij? Ik ben 11 jaar oud. En nu? Ik ben 66. En je zit nog op school? Ja. In welke groep? Ik zit in groep 7. Ah, oké. Okay. Wat voor werk heeft u gedaan? Ik ben 30 jaar piloot bij Transavia geweest. Vliegen van Schiphol of waar dan ook naar allerlei landen in Europa rond de Middellandse Zee. En weer terug. Oh, leuk. Wat was het verste land waar u bent geweest? Ik ben in Bangkok in Thailand geweest. Dat was een heel eind weg. En jij wil piloot worden later, of niet? Nee. Nee? Ik wil huisarchitect worden. Oké, dan ben je verkeerde adres hier zo. Wat vind jij het leukst op school? Ik vind gym het leukst. Gym? En buiten spelen. Oké, nou, richting de sport of zo dan? Ja. Heb je ooit eerder een piloot ontmoet? Ja. Ja? Maar mijn oom is er zelf een. Oké. Ben je al eens in de cockpit geweest? Nee, dat niet. Nee, nog nooit gezien? Nee. Heb je een idee wat een piloot doet? Ja. Ja, naar landen toe vliegen. Ja, en wat houdt het werk zelf in, denk je? Sturen en vliegen. Ja, ja. Wat is het verschil tussen een captain en een co-piloot? Nou, in principe niets. We doen allebei hetzelfde werk. Alleen één heeft de meeste ervaring en die is dan de baas aan boord. En dat is dan de captain. Ja. Wat was het leukste aan werk als piloot? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Heel veel mensen vinden het reizen erg leuk. Dat vind ik zelf wat minder. En ik vind het mooie van het vak dat je met de techniek, mooie techniek omgaat. En het is altijd heel erg leuk om de wereld vanuit de lucht te zien. Dan is het net een landkaart die echt wordt. Heb je ooit al eens gevlogen? Ja. Ja? En waar naartoe? Verschillende landen. Mallorca, een paar keer. Turkije ook een paar keer. Dominicaanse Republiek, één keer. En dat was het volgens mij. Ja? Wat vind je het leukste? Welk land is het mooist? Mallorca. Mallorca? Ja. Wat moest u allemaal doen als piloot? Nou, je begint met de vlucht voor te bereiden. Dus je krijgt het vliegplan, de route. Waar je naartoe moet en hoe je daar naartoe moet. Je bekijkt het weer. En als er iets met het vliegtuig is, kun je kijken wat daarmee moet gebeuren. En dan ga je naar het vliegtuig toe. En dan wacht je tot iedereen ingestapt is. En dan start je de motor op. En dan ga je op pad. Neemt u elke keer een andere route? Soms wel. In principe wordt dat voor je beslist. Dat is een afdeling die de beste route uitzoekt. Soms kan je iets anders, een andere route kiezen in verband met slecht weer. Maar meestal, het is tegenwoordig zo druk in de lucht dat je daar niet veel in te kiezen hebt meer. Waarom wilde u werken als piloot? Ik heb altijd eerst dierenarts willen worden, maar toen ik zag hoe dat ging, toen vond ik dat niks. En toen ben ik gaan vliegen, dat vond ik leuk. Het leek me leuk om de wereld eens van boven te zien. Omdat er geen verkeersborden in de lucht zijn. Hoe vind je de weg naar de bestemming? Nou, daar hebben we tegenwoordig een soort TomTom navigatiesysteem voor. En die wijst ons keurig de weg. Oké. Wat voor hobby's heb jij? Voetbal en gamen. Gamen? Ja. Kijk eens. En nog speciale games? Ja, Fortnite. Ken je de Fortnite dansjes? Ja. Ja, en kan je dat ook voordoen? Ja, is goed. Ja? Laat eens zien. Nou, mooi hoor. Heb je al eens eerder van Transavia gehoord? Ken je dat bedrijf al? Ja. Ja? Ik heb ook wel eens mee gevlogen. Oké. En hoe ken je dat? Alleen van het meevliegen? Ja, en ik zie het wel eens op tv. En wat is de kleur van Transavia? Groen. Ja, alles is groen. Hoe was het om een vliegtuig als kantoor te hebben? Lekker rustig. Altijd maar een paar mensen om je heen. Ja. Ja. Na hoeveel stemmingen bent u gevlogen? Nou, misschien een stuk of 80 of zo. Zo. Heel veel in ieder geval. Ja. Hoe eet u als je in de cockpit werkt? Ja, dat is meestal een diepvriesmaaltijd of eigen broodjes meenemen. En we konden dan op lange vlucht of 's avonds een diepvriesmaaltijd meenemen. En die kon je dan in de oven opwarmen. En die kon je dan op je schoot, op een blaadje, kon je dat gewoon opeten. Heb je tijd voor een pauze tijdens het vliegen? Nou, het vliegtuig gaat altijd maar door. Die kun je niet stopzetten. Nee. Maar je kunt wel even afwisselen dat de ene vliegt en de andere eventjes eet. Dat gaat wel. Ja. Of je moet ook wel eens naar het toilet. Hè? Dat kan ook. Hoe word je een piloot? Je gaat eerst een school volgen. En dat duurt meestal ongeveer 2 jaar. En dan leer je vliegen op kleine vliegtuigjes. En dan ga je kijken of je een baan kan vinden bij een groter bedrijf. En dan leer je daarna nog een keer vliegen op bijvoorbeeld een Boeing 737. Was het moeilijk voor uw eerste keer? Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Het is hard werken, hard studeren. Wat zou u zijn geworden als je geen piloot was geworden? Ik denk verkeersleider. Verkeersleider? Ja.
verkeersleider zit vaak op een toren, op een vliegveld. En die zorgt voor het verkeer, dat de vliegtuigen niet botsen. Okay. Die houdt ze in de lucht allemaal uit elkaar. Want je kunt elkaar natuurlijk vaak niet zien, je vliegt in de wolken. Dus dan moet iemand anders dat in de gaten houden, dat het allemaal goed gaat. Maar hoe wist u dan dat u dat precies wou worden? Nou, ik heb dat wel eens gezien. Ik ben natuurlijk als piloot wel eens uitgenodigd om te komen kijken. En ik dacht, dat is ook wel een heel interessant beroep. Bent u wel eens bang geweest tijdens een vlucht? Nee, wel eens dat we goed op moesten passen voor slecht weer. Maar nee, dat niet echt. Is het niet krap in zo'n cockpit? Ja, het is niet afhankelijk van het vliegtuig, maar de Boeing 737 is niet zo'n heel ruime cockpit. Die is niet gemaakt om 8 of 10 uur te vliegen eigenlijk. Dat is een vliegtuig voor korte stukjes in principe. Van een uurtje of 2, en dan gaat dat prima. Wat doet u nu je niet meer werkt? Ik geniet van het leven. Ik geef nog steeds instructie op de Flight Simulator. Misschien wel eens gezien. Zo'n nagebouwde cockpit. Dat doe ik nog regelmatig. En verder, ik heb een boot. Ik vaar graag. En ik ben graag kort op vakantie. Wat was uw leukste vakantiebestemming? Ik denk ergens in Italië. Italië? Italië, ja. Heeft u tips voor mij voor als ik piloot wil worden? Als je piloot wil worden? Nou, eerst goed leren. Als je piloot wil worden, is heel belangrijk dat je heel goed 's ochtends vroeg op kan staan. Heel vroeg. Want we beginnen heel vroeg, 4, 5 uur vaak in de zomer. Zo. Of je komt vaak in de nacht thuis. En hoe vond u dat? Ja, dat hoort er allemaal bij. Hè. Ik heb daar niet zo moeite mee. Nou, Jessie, hartelijk dank voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes voor de toekomst. Ja, dank u wel.